Zo. Ja. Een hele... hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Ja, ik weet het. Nee, ik laat geen baard groeien. Nee, ik laat geen baard groeien, maar het is... ja, qua dagen een beetje raar geweest de laatste week. Ja, de week was een beetje door elkaar geschud qua tijd, timing en vastigheden. Dat soort dingen. Dus ook met scheren. Dat je dan niet op, normaal gesproken op zondagmorgen, dus zometeen ga ik natuurlijk dag douchen. En dan dus ook scheren. En dan ben ik weer klaar voor 2-3 dagen. Dan is normaal gesproken wanneer ik woensdag getraind heb, dan moet ik weer scheren. En dan kan ik dat op zich tot aan zaterdag, zondagmorgen, totdat ik dus weer gesport heb, kan ik dat wel een beetje uitzetten. Alleen nu was ik vorige week, had ik al geschoren op de dinsdag. Ja, toen liep alles door elkaar heen. Dan had ik natuurlijk kunnen zeggen van ik ga zaterdagavond scheren, maar Nee. Toch maar niet. Nou goed, ach, hoe het ook zij. Ik bedoel, uiteindelijk ga daar gewoon lekker douchen. Lekker scheren. En dan zien we weer fresh uit voor Vaderdag. Want dat is vandaag. Het is vandaag Vaderdag. Als het goed is komen vanmiddag de kinderen allemaal thuis. Want ze zijn allemaal ergens heen. Dus voor mij geen ontbijtje op bed. Nou, sowieso niet, want ik ben meestal op zondagmorgen altijd vroeg eruit. Dan ligt de rest nog allemaal te snurken en dan ben ik al lekker in de sportschool. Dus dat ontbijtje op bed, dat zit er bij mij, of dat zit bij mij toch bijna nooit in. Dus ja, dan kijken we straks alweer. Zoals gezegd, sinds vorige week is mijn zoon op zichzelf gaan wonen. En die komen vanmiddag. Die komen vanmiddag langs. Om dan uiteindelijk, zeg maar, misschien dat we wat gaan eten of zo, sneeuw halen of iets dergelijks. Denk ik. Zoiets. Dus, maar dan moeten we even kijken. En de oudste dochter die was gisteren aan een beetje stappen, dus die zal op één oor liggen. En de jongste dochter die is in Rotterdam. Oké. Dus die komt ook vanmiddag zeker vanavond pas thuis. Nou, we zullen het wel zien. Uiteindelijk het is maar een vaderdag. En ja, natuurlijk als de kinderen klein zijn is dat leuk. Dat ze die dingetjes maken, die frisseltjes maken op school. Dat is grappig. Maar ja, de maat ze ouder worden is het toch... Ja, krijg je toch een hele andere... een hele andere vibe krijg je dan. Maar goed. Dat geeft niet. We zullen het wel zien. Komt ook wel goed. En voor de rest, voor de afgelopen donderdag ben ik in Den Haag geweest, naar het hoofdkantoor van mijn werkgever. Voor een soort introductiecursus, introductiedag voor nieuwe medewerkers. En dat was wel leuk. Het was ook leuk omdat je dan zeg maar ook veel andere mensen ziet van andere locaties. En daar de ervaringen van hoort en ziet en hoe dat op een andere locatie gaat. Ja, ze hebben natuurlijk een basislijn wat gehanteerd moet worden, een basisbeleid wat gehanteerd moet worden. Maar er zijn altijd wel wat dingetjes die er soms omheen gedraaid worden, zeg maar. En dat is dan wel leuk om te horen, hoe dat andere vestigingen met bepaalde situaties omgaan. Of ideeën van mensen van god, je kan het misschien beter op die manier doen of op die manier doen of wat dan ook. Dus altijd wel leuk. Nou, ik was morgens met de trein heen, omdat ik dacht van lekker rustig aan, geen file. Nou, er kwam op de cursus iemand tegen die ook uit Graven kwam, die op een andere locatie werkte. Nou, dat weet je natuurlijk niet van elkaar. En toen ben ik weer met
met die persoon mee teruggereden. Ja, ja dan, eigenlijk qua tijd een domme keuze, want ik was om, ik geloof om 4:15 of 4:30 had ik op de trein kunnen stappen, was om 6:00 naar Nijmegen geweest. Maar ja, ik denk ja, weet je, doe lekker gezellig rijden, gewoon met z'n tweeën met de auto terug. Maar het was pas om 7:00 thuis. Dus, maar goed, dat maakt niet uit, het was een gezellige rit. En we hebben ons goed vermaakt, dus. Goed, nou ik sta in stal. Dat houdt in dat ik weer thuis ben, voor het huis. Dus, dan zou ik gaan zeggen van, tot de volgende keer weer. En de groetjes. Oh, heel misschien zitten er toch nog af en toe wat dingetjes met voetbal ertussen. Maar goed, dat moet even bekeken worden. We zullen het zien. Ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. De groeten, even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal of ons kanaal of welk kanaal dan ook. In ieder geval dit kanaal van de Stofjes. En dan zie ik je de volgende week weer terug. Ik zeg tot de groeten en de ballen. Tjoe! Dat was die. Ik zeg tjoe!